1. Oké, Bieke. Tijd om te bevallen. Allee. Schatje, ik voel nog niks. Hoe kan dat nu? Die 9 maanden zijn toch voorbij? Je bent toch zeker dat je zwanger bent? Mark, alsjeblieft zeg. Tja, dan gaat het in ieder geval niet lang niet meer duren. Ik kan mij hoogstens 5 minuten vergist hebben. 3 dagen over tijd. Ik hou dat niet lang niet meer uit. Oh, Maake. Hey, wat moet ik dan zeggen, hè? Ja. Zie mij hier zitten. Zie. Precies een luchtballon. Ja. Ja. Hey, ze biedt naar van de grond. Nee, of ontploft ze. Ja. Nee, Xavier, zwangere vrouwen die kunnen niet ontploffen. Anders had dat zeker in mijn cursus gestaan. Ja. Straks doet die kleine zijn plechtige communie en dan is hem nog niet geboren. Ja. Hey, alsjeblieft, zeg. Oh, ik heb er mijn buik van vol. Ja, dat zien we. Maar ja, dat is nu toch niet normaal, hè? Zo lang over tijd. Eigenlijk is het nog niet over tijd, hè? Het is nog maar 40 weken en 3 dagen zwanger. Nog maar 40 weken en 3 dagen. Volgens de wetenschap zet je pas over tijd na 42 weken. Oh, allee, Maurice, je geeft mij moed. En dan mocht je nog van geluk spreken dat je als mens geboren bent en niet als walvis. De draagtijd van een walvis duurt om en bij de 12 maanden. En die van een olifant zelfs 22 maanden. Ja, ja, en die van een giraf? Dat is maar 15. Maurice! Ja. Als jij vindt dat te lang duurt, dan kun jij je bevalling forceren. Kan dat? Ja. Toen dat ik van mijn Billy moest bevallen, ja, toen heeft mijn moeder mij wat tips gegeven. En dat schijnt zou het helpen als je de buitenkant van je linkerkleine teen masseert. Oh, kleine teen. Ik zou liever hebben dat ze mij een grote teen masseren. Balthazar, kom aan, Mark. Masseer de buitenkant van de linkerkleine teen van ons bietje. Pascal gelooft die zever toch niet? Maar masseren nu. Ik ben er allemaal van tegen, oh, als je wilt dat dit uithaalt, dan moet u als pers wel eerst het verschil kennen tussen links en rechts, hè? Ah, ja. Voorzichtig, Stukke. Doet je iets? Nee, ma. Of wat had je gedacht? Ja, maar naar het schijnt zou het ook helpen als je een trappist zou drinken. Ja. Maurice, een trappist. Ja, maar... Nee, maar ik lust dat niet. Bea, het is niet het moment om moeilijk te doen. Hè. Jij gaat een trappist drinken. Een hele bak als het moet. Die kleine, die moet eruit. Oh, dat is waar. Nee, maar ik drink dat niet. Kom maar, we zijn hier weg. Allee, mop. Allee. Ja, natuurlijk. Oh, oh. Bea, kom terug. Bea, kom terug, zeg ik u. Ongehoorzaam jongen. Honolulu, dat is paradijs, Fernand. Zon, zee, palmbomen. En heel schoon duivinnetjes, hè? Serieus? Jij hebt dat toch niet... Dat ben ik, hè. Dat... Hier, snoepie. Om van te snoepen naar hem. Kissie, die kon kussen. Niet te doen, niet te doen. Poepie, die kon... Ja. Ik zal wel met een nikkel afdraaien door op uw duiven te passen. Jaloers? We gaan dan zelf eens naar Honolulu, hè? Ja, maar... Je weet, valt er daar een knap duivinneken op u? Zeg, Vos, wat denk je wel van mij? Wat, hè? Die Honolulu... Die meisjes daar, hè? Die kijken niet naar het uiterlijk. Nee? Ja, maar nog een beetje naar fronteren ook. Zeg, nou, die meisjes van kinderen, die worden zot als ze een bleekscheet zien. Dik, dun, oud, lelijk, dat heeft geen enkel belang. Wat had u tegen, hè? Ja, dat is... Ik kan ik zo'n reis niet betalen, hè, Fons. Maar, oh, mijn zaak draait vierkant. En prijzengeld van uw duiven dan? Prijzengeld? Sinds dat slippendrager Maurice de Prater mijn duivenkot heeft laten afbreken, weten mijn duiven toch niet meer waar ze moeten vallen. Ja, misschien aan uw vrienden vragen dat ze bijen leggen voor uw verjaardag. Vrienden? Oh, je hebt toch vrienden? Ja, ja. Jij?
Oei, oei, ik moet dringend mijn duiven eten gaan geven. Die beestjes zijn trouwens vreed mager. Schone vriend, zei jij. De volgende keer dat ik nog eens op een duiven zal letten, steek ik ze in de oven. Amai, zeg, jij ziet er slecht uit. Je zou een keer op reis moeten. Allee, Bieke, daar heeft meneer Fernand toch geen geld voor? Ga dan hier nog een beetje komen uitleggen op, met mijn ogen. Zeg, we zijn al weg. Kom, Mark. Mark! Ja? Dag. Ja. We zijn dan nog niet in Honolulu, maar al wel in Zaventem. Ja, en bij de geboorte. Zo'n hoofd, hè? Ik had een bierkop. Ja, Pascal, Jeuken. Ja, Sebes Fernand. Ik ga eerst eens horen of Bieke naar weeën nog niet begonnen zijn. Pascal, Bieke is er nog maar pas buiten. Ze zal zelf wel bellen als het zover is. Zeg, maar dat is toch schoon, hè? Zo'n nieuw leven. Ik word daar helemaal warm van als ik daaraan denk, hè? Je zou toch een cadeautje geven aan zo'n baby, hè? Als we niet alles zouden bijleggen. Oh. Maar waar dat jij nu nog mee afkomt, wij hebben allemaal een cadeau gekocht. Ja. Maar wacht eens. Heeft de club al een cadeau gekocht? De club? Ja, de club, ja, dat is... Ja, voorzitter. Ik weet van niks bij gedacht. Oh, wel, merci, zeg. Tellen Mark en Bieke niet meer mee? Geen paniek, hè, madame Maurice. Ik zal het niet dat wel oplossen. Papa, wat zit er al in de kassen? Dat is Maurice nu, hè? Ah ja, niks meer. Ik heb met het laatste geld nieuwe trainingshesjes gekocht. Hesjes? Wat die fluweel dingen? Nee, verschillende. Dan is Maurice zijn fout dat Bieke en Mark geen cadeau hebben uit de clubkast. Voilà. Och, arme, zeg, Markske en Bieke. Geen clubcadeau. Die gaan daar niet gelukkig mee zijn, hè, zeg. Sinds wanneer zit jij zo in met Bieke en Mark? Ja. Sinds de komst van hun boeleke, een nieuw leven, een nieuw begin, hè, voor ons allemaal. Hè, daarom dat ik mij met de kampioenen wil verzoenen. Zolang dat je dat maar niet te letterlijk pakt. Zeg, en wij moeten dat geloven. Paul, de komst van die kleine maakt een nieuw mens van mij. Die kleine maakt mij zachter. Een menslievender. Oh, man. Awel, je kunt ineens uw menslievendheid bewijzen, hier. Awel, geen probleem. Met Pascal, eerst de tournee zijn er al. Ja, maar direct betalen, hè. Geen probleem, eerst, voilà. 50 euro. En je mag dat wisselgeld houden. Jij doet precies of dat je het geld van de grond kunt oprapen. Oprapen? Ik moet voor elke euro heel hard werken. Hè. Zeg maar, Fernand heeft toch eigenlijk gelijk. Hè. Bieke en Mark die hebben recht op een cadeau van de club. Voilà, en daarom is het ook logisch dat alle kampioenen een bijdrage, een extra bijdrage leveren. Ik zal morgen het geld inzamelen. Hè. Jij? Wat is vertrouwde me nu nog niet, zeg? Kom, drink die clubkast eens hier. Eerst. Kom, maar eens eerst. 20 euro. Mijn bijdrage in het clubkader. Amai. Voilà. Nu goed, ja. En morgen doe ik mijn ronde, hè. Helemaal. Zeg, bij iedereen, hè. Is dat normaal? Nee, nog niks. Nee. Hallo, hola. Help. Nee, het kan er niet in blijven zitten, hè. Nee. Misschien vandaag, ja. Wie weet. Oké. Okay. Ja, dag Doortje. Ja, dag. Oei. Voilà. Nu kunnen ze ons niet meer storen. Hè? Goedemorgen. Kind, ik ga ervoor zorgen dat jij vandaag kunt bevallen. Ik heb van alles meegebracht. Wauw, ananas. Ja, maar dan moet jij er vanaf blijven, want dat is voor ons Bieke. En volgens Maurice zit er in het hart van de ananas heel veel kinine. En kinine is weeënopwekkend. En als dat niet helpt, een ananas, dan heb ik een hele grote pot peterseliesoep. Wauw, die peterselie is ook heel... Maar genoeg. Opwekkend. Bakken. Allee, alsjeblieft, ga weg. Ik kan daar niet meer tegen, hè, met al uw hulpmiddeltjes en al uw...
Mark, zorg dat ze alles opeet, hè. Oké, ma. Ja, oké. En als de ananassen niet helpen en de peterseliesoep ook niet, dan moet hij in een warm bad gaan zitten of je moet trappen lopen. Ma, genoeg. Ja, oké. Maar... gaat jij misschien? Ja. Kom binnen. Kom maar door. Ja, hey. Hallo, Paul. Hey, Fernand. Jij weet wel waarom dat ik hier ben, hè? Ah, je kunt op ons bijdrage rekenen, hoor. Ah, voilà. Tja, hoe kan dat nu? Is dat toch geld in? Ja. Paul? Wat, hè? Is er iets? Je hebt dat geld hieruit gehaald. Ja, allee, wat denk je nu wel van mij? Wat? Zeg, je zit hier de hele tijd toetsen te verbeteren, hè? Allee, hier. Ondersteboven, ja. Wat? Een half uur geleden zat hier nog geld in. Ja? Billy zal dat eruit genomen hebben. Van op zijn kot, zeker. Zakken leegmaken. Ja. Geen commentaar, kom maar. Maar alleen, moet... zeg. Allee, ik zal eens, hè. Voilà. Ja, maar... Dan... Je vuile dief. Ja, maar het is vanavond Anderlecht tegen Liverpool. Het is en toch voor de voetbal ook? Ja. Ik dacht dat jij meer over had voor Mark en Bieken, hè, zeg. Hey, wij hebben er ook wel al een cadeau van meer dan 30 euro voor gekocht, hè, zeg. Dan leggen wij nu nog bij voor het clubcadeau. Mark en Bieken zijn toch goede vrienden? Ja, Paul, en voor uw goede vrienden moet je zo af en toe al eens iets over hebben, hè. Ja. Wacht, dus, wacht. Yves, hè. Voilà. Ja, allee. Amai. Zo'n goede vrienden zijn Mark en Bieken nu ook precies niet. Zeg, 5 euro, dat is toch niet weinig? Dat is niet veel, hè, Paul. Ja. Als je weet wat een baby uitzet kost een dag van vandaag, man, man, man. Ja. Ja. Eigenlijk heeft hij gelijk, man. Ja. Ja, zo dan, hè? Ja, dat begint er al op te trekken, maar met 20 euro kun je natuurlijk iets veel mooier kopen, hè, Doortje? Ja, ja. Allee, dan kom. Zo, voilà. Ja, bedankt, maar dat zat in de clubkast, hè, Doortje? Allee. Goeiedag, hè, bedankt. Ja, maar heb je dat nu gezien? Die is met onze spaarcenter in de bie, hè, maar die durft nog als, hè? Ja, het is voor de goede zaak, hè. Ja, maar ik kan die match wel vergeten, hè. Och, dan zijn we eens met ons tweetjes gezellig samen. Ja. Dan kunnen we eens iets doen dat al heel lang geleden is. Oh ja, dat. Nu dat je het zegt. Ik heb eigenlijk wel goesting. Perfect. Ik heb een hele stapel documentatie over bouwen, verbouwers en... En doe-het-zelvers. Wat? Is het niet genoeg misschien? Ik wil niks zeggen, maar Paul en Doortje hebben wel 40 euro gegeven. Hè? Oh. Ja, maar je gaat voor hen nu toch niet onderdoen? Ah, wel, merci. En dan durven die schoolmeestertjes klagen dat ze onderbetaald zijn. Hier zijn 40 euro. Ah, meneer Boma, het is uw beurt om in uw zak te schieten. Ja, ja. Ja, ja. En zie goed, hè. Ja. 20... 40, 60, 80, 100. Dat is 100 euro van suikernokkelbal. Zo'n aalmoes. En dat voor een PDG? 100 euro een aalmoes? Dat is 5 kilo sausissen, hè? Ik vind toch ook dat je er goedkoop van afmaakt, meneer Boomhuis. Allee, dat is dan 150. Is nu goed? Dat is al beter. Maar ik dacht dat het eerste kleinkind van uw oud-lief u meer waard was, hè? Ja, ja, wat gaat Pascal zeggen? Dat jij maar 150 euro hebt gegeven. Kijk, je krijgt alles wat dat in mijn portefeuille zit. Is nu goed? Merci, meneer Boma. Jij bent een grote manier. Ik weet het. Een hele grote meneer. Ik weet het.
Hallo, Boma Vleesindustrie met de hygiënisch verantwoordelijke van meneer Boma. Mimi! Vanavond niet, schat. Het geld is op. Doei! Hier zie je. Zeker dat je geen trappist moet hebben? Sorry, ik kan het even niet laten. Zeg, en is het dan zo erg dat je thuis zou moeten gaan lopen? Je kunt het u niet voorstellen. Meneer, iedereen belt mij de hele tijd op, zo van... is het nog niet begonnen? Oh ja, ja. Ja, en ons ma, die loopt de deur plat met al haar wondermiddeltjes. Ah, ja. Moeders, nog erger dan vrouwen. Ah, pika. Dat is niet waar, hè. Kind, wat doe jij hier? Dag, Xavier. Ja, Pascal. Zeg, zou jij niet beter thuis blijven in uw toestand? En moet jij nu nog niet bevallen? En heb je uw ananassen allemaal opgegeten en uw peterseliesoep opgedronken? Nou, je denkt toch niet dat ik 5 liter peterseliesoep ga drinken? Ach. Hoe wist jij trouwens dat ik hier was? Oh, ik passeerde en ik zag uw auto staan. Xavier, al die snelepel. Ja. Ik ben wonderolie gaan kopen. Wonderolie? Ja, ja, volgens Doortje helpt dat ook. Hoe dikwijls moet ik u nu zeggen dat ik helemaal niet... Eerst een paar soeplepels van die wonderolie. En jij zegt vanavond nog mama. Mondje open. Nee, maar. Ja, voilà. Zo deed ik dat vroeger als ik klein was ook altijd. Nom, 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 nom. Man, 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 man. De man is hier, meneer Fernand. Miserie. Mark, oh, problemen, jongens, problemen. Problemen. Mark, nu zijn de kampioenen toch vergeten van een cadeau te kopen voor uw kleine, zeker? Jammer, zeg. Ja, maar kun je nu zoiets voorstellen? Nou, gelukkig hebben ze aan mij gevraagd om bij alle leden geld in te zamelen. En vermits dat jij ook lid bent, hè. Ja, maar meneer Van, ik denk niet dat ik veel zal kunnen bijdragen. Ik ben deze week nog 50 euro verloren. Mark, ja? Je moet wel een beetje beter op je centen letten, hè, zeg. Ja, ik zal zien wat ik... 3,21 euro. Dat is geen vette, hè. Nee, maar... Dat er niet wat meer in uw portefeuille zit. Ja, maar... ja, 20 euro, dat is perfect, hè. Ah ja, je begrijpt, hoe meer geld, hoe schoner de cadeau, hè. Ja, maar dan heb ik zelf niks meer. Mark, denk jij dat Bieke blij gaat zijn als de kampioenen met een prul gaan afkomen? Nee. Ik denk dat niet, hè. Nee. Oei, ja. Ja, neemt ze dat maar, ja, hè. Ja, wel, hè. Bedankt. Mark, zeg tegen niemand zeggen dat jij mee hebt bijgelegd, hè? Nee, ze hebben daar geen zaken mee, hè? Zeg. Oké, ik zeg niks. Goed, Mark. Ja. Heel, heel goed. Ja. Zeg, dwijl nog maar wat verder, hè? Hallo, hè? Hallo. Hé, Fernand. Hallo. Ik heb al veel opgehaald. Kom mee binnen, dan kunnen we ineens komen. Ik heb er het niet. En dat is 26, 640, 50, 55 en dat is 659 euro. Daar kunnen wij een schoon cadeau van kopen. Ja, maar geef het geld nu maar terug voordat er iets verloren gaat. Hè. Ja, wat gaat je daarmee doen? Geef die kast eens hier, zeg. Die cadeau kopen, Jan. Jij? Ach, ja? Allee, Copain. Dat is toch meer iets voor de madame? Ja, ja, Fernand, die hebben daar toch meer verstand van? Ja, ja, die hebben toch een betere smaak? Oh, ja. De meeste toch? Ik zeg altijd, wat een vrouw kan, is niet veel. Maar wat ze doet, doet ze goed. En ik zeg altijd... Dat ik soms beter niks zeg. Je zei bedankt, hè. Ik ben wel goed genoeg om met iedereen geld te gaan schooien, maar dan het plezante werk, die cadeau kopen, dat mag ik niet. Hé, oh. Hey, Copain. Allee, ga shoppen, dat is toch meer iets voor vrouwen? Ja. Ja. En er zou zo toevallig is iets aan uw vingers moeten blijven plakken. Vertrouwt je me nu nog altijd niet? Na alles wat ik
voor Mark en Bieken heb gedaan. Ik heb mijn laatste spaarzetter in die cadeau gestoken. Ik vind dat niet eerlijk, zo. Oh, dit is al goed, Calimero. Je mocht de cadeau gaan kopen. Yes? Ja. Maar wij gaan mee. En dan kun je ons ook nog een koffie trakteren. Ja, ik ga een palletje geven. En dan zijn we weg, hè. En lekker been, lekker been. Pak je dat? Pak je dat? Dus jullie nemen het kinderbedje, inclusief dekentjes en een knuffel. Dat maakt 664 euro. Oei, we hebben 659 euro. Ah, wel, dan kun jij toch 5 euro bijleggen? Ik zeg, waarom ik? Ja, nu dat je veranderd bent, kijkt jij toch niet meer op een euro, hè? Man. Dank je wel. Wij verwittigen meneer Vertongen dat hij het kinderbedje kan komen ophalen. Ja. En vergeet de knuffel niet. Dank u. Alsjeblieft. Ja. Mag ik dat pak dragen? Ik draag graag pakken. Bedankt en fijne dag nog. Ja. Dag. Oh, nu denk ik daaraan. De dochter van de Fonsie moet gaan bevallen. Dan kan ik misschien direct hier ook voor haar een cadeautje kopen. Hè. Ah, dan kunnen wij u helpen kiezen. Ja. Nee, oh, nee, ik doe dat liever zelf. Nee, vertrek maar. Ja, Doortje, ik denk dat we onze koffie zelf mogen betalen. Dan zullen wij de knuffel meenemen. Ja. Nee, ik zal daar wel voor zorgen. Ja. Ga maar. Ja. Allee, salut. Ja. Dag. Ja, met Fernand, ja. Man. Oh, miserie. Man. Gaat het, meneer? Ik krijg juist telefoon van meneer Vertongen. Hè. Oh, man, het is verschrikkelijk. Het kindje is toch niet... Erger. Die zijn gevlucht naar Egypte. Maar waarom? Ja, voor een gezonder klimaat waarschijnlijk. Hè. Ja, je verstaat dat we dat cadeau niet meer kunnen gebruiken. Ja, Mag ik dan mijn centen terugkrijgen, alstublieft? Oh, wat een verschrikkelijk verhaal. Ja, natuurlijk. Dat was 664 euro. Alsjeblieft. Het papier kan ik nog wel gebruiken. Dank u wel. Nee, Carmen, het is nog niet begonnen. Salut. Dat ze nu toch mij eens allemaal met rust laten. Hé, is toch niet begonnen? Oh, ik kan die vraag niet meer horen. En is het nog niet begonnen? Ja, dat is toch niet normaal, hè? 5 dagen over tijd. Allee, er moet toch een middel bestaan? Er is een middel. Huh? Ik zeg altijd, als je wilt bevallen, moet je vrijen. Vrijen? Ja, tijdens het vrijen komen er bepaalde stoffen vrij. Ja. Prostaglandine en oxytocine. Ja. En die stoffen die zorgen ervoor... Ja, ik weet dat... genoeg, Kom aan, kinderen. Kom. Mark. Hopla. Voilà. Bedtijd. Zijn jij niet beschaamd? Jij komt hier zomaar binnen, zeg je dan maar. Bieke, wilt je bevallen? Dan moet je nu vrijen. Punt, andere lijn. En ik blijf erbij, hè. Om zeker te zijn dat je het goed doet. Allee, kom aan. Actie. Allee. Buiten. Maar Bieke, Paris zegt nog thans. Wat doet jij nu? Ja, mijn uitkleden, Bieke. Je hebt de maat op hoofd. Mark, denk je dat mijn hoofd daar nu naar staat? Hè? Ja, lap, hè. Nu had ik eens goesting. Dus, we hebben 664 euro min 5 euro die ik in de winkel heb moeten bijleggen, min
€20. Eigen bijdrage voor het cadeau. Dan blijft er nog over €639. Ja, ja, dat moet genoeg zijn, hè. Bedankt, kampioenie. Snoepie en Poepie, ja, kom. Weer het antwoordapparaat. Waarom nemen die nu niet op? Ja. Ik zeg altijd, als je wilt opnemen, moet je eerst thuis zijn. Ah. Heb je al geprobeerd op haar mobiel? Maar ja, ik krijg nergens gehoor. Ik heb zelfs al naar de kliniek gebeld. Hè. Daar weten ze ook van niks. Oh. Als er maar niks gebeurd is. Ja. Wat zou er kunnen gebeurd zijn? Oh. Ja, weet ik het iets. Er gebeurt zoveel de dag van vandaag. Ja, ja, ja. Sla de gazette maar eens open. Oh. Carjackings, gezinsdrama's, onrustwekkende verdwijningen. Het staat daar vol van, hè? Zeg dat niet waar. Ja, is het? Sjoeke, alsjeblieft, op die manier helpt je niet, hè? Ja, dat is toch waar, zeg? Hallo, Child Focus? Ja, ja, u spreekt met Pascal de Bakker. Ja, ik bel u voor een zeer onrustwekkende verdwijning. Ja, ja, mijn dochter, ze is zwanger. 35 jaar. Ja, arme man is bij haar, ja, ja. Wanneer ik haar voor het laatst gezien of gehoord heb, wel een uur geleden. Oh ja? Ja, dat kan. Hallo? Hallo? Injaakt, zeg. Maar, wel, die durven nogal, zeg. Schatteke. Ja? Zalig, hè? Ja. En geen gezaag van ons ma. Geen een telefoon. Oh, hola. Oh. Hoi. Water in ons bootje. We gaan toch niet zinken? Mark. Ja? Mijn water is gebroken. Oh. Als dat maar is. Wat? Hoi, Mieke. Het is begonnen. We moeten naar het ziekenhuis. Mark! Geen paniek. Ja. Rustig. Mark, het is nu niet het moment om rondjes te maken, hè? Rustig, Bieke. Rustig. Mark. Ella, mijn roespad! Mark! Bedankt, hè? En proficiat voor de huwelijk. Pascal, jij hebt toch meer dan uw dochter, hè? Och, Balthasar. Naar de kliniek zijn ze ook niet, want haar valies staat hier nog. Zeg, in de badkamer zijn ze niet, hè? Nee. Maar misschien moet ik mijn speurhond inschakelen. Ja, ja. Sjoeke, de laatste keer dat onze Nero naar mij hebt laten zoeken, is hem thuisgekomen met een sloef. Oh, ja, jij bent ook een sloef. Hallo, Maurice de Prater, hè? Mark. Het is begonnen. Oh, waar zijn ze? Het provinciaal domein. Hallo, Mark. Niet bevallen, jongen. Wacht op ons. Kom aan, Mark. Provinciaal domein. Maurice, kom aan. Wat als die kleine van Bieke daar niet content is, dan is hij een ondankbaar wicht. Hernan! Ja, ja. Hernan! We hebben nu camionet nodig. Ja. Ons Bieke is aan het bevallen en we moeten er naartoe. Ja, ja, maar dan moet hij... Uw camionet is groot genoeg voor ons hier. Doe het erin. Ons clubcadeau. Ja, ja, binnen. Poldoortje, ons Bieke is aan het bevallen en we gaan er nu naartoe. Ja. Oh, ja, ja. Blijf kalm. Blijf kalm, Pascal. Het is geen avans. Kom zoeken. Amai. Waarmee hebben ze die een beer opgevuld? Met bakstenen, zeker? Oh. Sjoeke, wacht op mij, hè? Kom, Sjoeke, kom. Mark! Mark, stop! Ja, maar... Allee, Bieke! Straks komt ons kindje nog voordat we aan het bolken zijn. Mark, ik kan niet meer. Jij moet me naar het bolken brengen. Ah! Oh! Oh! Oh. Ah, ja.
Mark! Mark! Zijn er bijna? Die cadeau begint wel zwaar te wegen, hè? Fernand, stop eens even. Ik moet heel dringend. Zeg, geen tijd, hè. Hou het maar in. Fernand, kan dat niet wat rapper? En dan geflitst worden, zeker? Ja. Ik zeg altijd, wie geflitst wordt, is gezien. Ziekenhuis. De telefoon. Wie kent wel eens dat inlichtingen? 1207. Rustig, Bieke. Dan is het nu wel het moment om even uit te stappen. Nee, we gaan geen tijd verliezen. Ja, maar hier, pak dat voor uw overtollig water. Dan kan ik met zoiets klein beginnen. Ja, dat heb ik ook gezegd op onze eerste huwelijksnacht. Fernand, het is groen, kom, gas geven. Ja. Geen benzine meer. Mark, dat meent je niet. Dat kindje gaat nu komen. Geen probleem, Bieke. Ik heb alles onder controle. Wat doet jij nu? Ik maak alles klaar voor de bevalling, Bieke. Ga de geide? Allee, Marie, dat kun jij toch helemaal niet? Bieke, ik was wel bijna dokter, hè? Warm water. Warm water. Ah, ik heb een idee. Bieke, goed idee van mij, hè? Niet bang zijn, schatteke. U maken is hier. Is dat nu mijn? Dat is Pauline. Wat een schoon kindje. Ja, ze lijkt op mij, hè. Hoi, waar gaat je naartoe, Fernand? Ik ga terug. Dat is meer een familiale aangelegenheid. Hè, denk ik. Allee, blijf, Fernand. Je wilt dit moment toch niet missen. Allee, Fernand. Bieke en ook Markske. Als voorzitter van FC De Kampioenen is het voor mij een grote eer om dit openbaarlijk moment te mogen meemaken. En kom, geef die cadeau. Kom. Ja. Cadeau waar ik aan heb bijgelegd. Huh? Mocht je dat niet zeggen, of wat? Je hebt die jongen toch niet laten meebetalen voor dat cadeau? Ja. Wat is dat? Dat is voor Pauline. Dat is haar eerste knuffel. Wat is dat? Man, man.
Miserie, miserie, miserie. Ik denk dat we moeder en kind nu beter naar het ziekenhuis kunnen brengen. Hm? Ja. Allee, allemaal niet stappen! Ja.